Kinderporno downloaden, een huurmoordenaar inhuren of handelen in wapens en drugs, het kan allemaal anoniem via het dark web. Het dark web kom je niet zomaar via Google op. Je moet er een speciale Tor-browser voor downloaden. Want hiermee kan je versleuteld en anoniem het dark web op. Als je via een gewone browser het internet opgaat, kunnen opsporingsdiensten jouw internetverkeer traceren. Met een Tor verloopt jouw verkeer via minimaal drie andere computers en wordt het zo versleuteld. Je kunt onzichtbaar surfen. En dat is ideaal voor criminelen. Maar het is niet alleen hel en verdoemenis op het dark web. Ook journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten en anderen die bezorgd zijn over hun privacy gebruiken het dark web. Zo kunnen activisten in landen als China, Iran en Rusland via Tor de strenge censuur op het internet omzeilen. In die landen wordt de toegang tot bijvoorbeeld sociale media tijdelijk of permanent geblokkeerd. Tegenstanders van die regimes gebruiken het dark web om contact met elkaar te zoeken en op een veilige manier informatie uit te wisselen. Zo werden via het dark web in Rusland grote demonstraties tegen het regime georganiseerd, in meerdere steden tegelijkertijd. De Russische overheid werd compleet verrast. Ondanks dat je anoniem kunt surfen, is de Tor-browser niet 100% veilig. Inlichtingendiensten zijn actief bezig met het kraken van het Tor-netwerk. Ook deze software is niet altijd waterdicht. In het verleden heeft een lek in de software ervoor gezorgd dat gebruikers onmaskerd konden worden. Maar ondanks de kwetsbaarheden is toch op dit moment de veiligste manier om anoniem op het internet te surfen. Voor de mensenrechtenactivist, maar ook voor de crimineel.